Jordi? Ja? Gaat dit lukken? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Dit is Jordi. Hij is 11 jaar. Hij houdt van leren, gamen en heeft een eigen YouTube-kanaal. Later wil hij archeoloog worden. 3. 2. 1. Go! Yeah! Is het gelukt? Ja. Yes, hij is door! Maar jouw vraag heeft niet echt te maken iets met een gebroken plank. Nee. Ik ben wel echt onder de indruk van jouw hand trouwens, zeg. Ongelooflijk. Maar met jiu-jitsu. Nee, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Het is meer jit dan jit. Ja. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Ja. Vertel, wat is jouw vraag? Nou, hoe kan ik bij jiu-jitsu iemand sneller op de grond krijgen? Waar moet je dat weten? Nou, bij jiu-jitsu tijdens toernooien is het altijd heel moeilijk om iemand naar de grond te krijgen. En daarna is het ook nog heel veel werk om hem nog in een houtgreep te kunnen nemen. Is dat het lastigste gedeelte? Ja. Weet je wat wel scheelt? Nou? Ik ken iemand die een antwoord heeft op jouw vraag. Echt? Ben je er klaar voor? Ja. Het ziet er best wel indrukwekkend uit. Ja. Hé, hey, mannen. Break, break, break. Dat zag er heel intens uit, hè? Wat vond jij ervan? Stoer. Heel stoer, hè? Ja. En ik denk dat deze man zeker, dit is Melvin Schol. En hij is niet zomaar een jiu-jitsuka. Hij is namelijk afgelopen jaar wereldkampioen geworden. Yo. Ja. Dus als iemand een antwoord heeft op jouw vraag, dan is hij het. Ik ben een baas. Ja, ik ben een baas. Dus vertel je vraag maar. Hoe kan ik iemand bij jiu-jitsu sneller op de grond krijgen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Daar ga ik je vandaag bij helpen. Er staan 3 pijlers. We gaan een stukje kracht doen, techniek. Maar we gaan zo eerst beginnen met een stukje conditie. Okay. Klaar voor? Ja. Oké. Okay. Yes. Follow me, follow me. Follow me. Oké. 3, 2, 1. Zo snel mogelijk. Kom op. Sprint, sprint, sprint. De armen meenemen. Oh, einde. Goed zo. Ah. Laatste stukje. Zwaar. Takken. Jeeuwig. Jordi, okay, dan. Wel, man. Gaan je atletieker worden? Moet u nog een keer? 1 keer. 3, 2, 1. Gaan we snel mogelijk. Kom op, armen mee. Laatste stukje. Kom op, Jordi. Haal erin. Op test. Nee. Terwijl wij even op adem komen. Wat is jiu-jitsu eigenlijk? Ja, jiu-jitsu komt uit Japan. Het is een Japanse vechtkunst. Dat betekent ook wel de soepele techniek. Het is een stukje karate, judo. Nou, ja. dat weet je wel, toch? Ja, zeker. En op de grond. In die 3 facetten, het is in 1 gekoppeld. En dat is jiu-jitsu. Ja, maar jij wist dat natuurlijk al, hè? Ja. We hebben net een stukje conditie gedaan. Maar als jij je tegenstander wil gooien of zijn worpen wil tegenhouden, moet je natuurlijk ook sterk zijn. En daar is wel een beetje kracht voor nodig. We gaan gelijk beginnen met het eigen lichaamsgewicht. We gaan nog geen zware gewichten gebruiken, want daar ben je nog te jong voor. Okay. Maar je kan prima een beetje kracht erin doen. Dus ben je er klaar voor? Ja. Tess, ben je er ook klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja? Ja. En dit is een goede oefening ook voor de buikspieren en voor de armspieren. Gaat ie, Jordi? En jullie proberen vingers naar voren toe. Ja, zo. En Tess, je rug recht houden, mooi. Let's go, Inferno. Oké, stop maar. Snel, loop als je terug. Is Tess aan de beurt. Goed zo, laat hem maar lopen. Tess, Billo, gaan we lopen. God. Lopen. 6, 5, 4, 3 en omhoog. Oké, okay, dan. Wow, dit is lekker. Helemaal hangen. Komt omhoog. De hele boom gaat heen en weer. Kom op. Ja. Oh, yes. Wow. Zo, lekker gewerkt allebei. Dankjewel. Maar we gaan nu aan de slag met echte werken. We gaan jiu-jitsuën. Yes. Okay, yes. High five, man. Klaar. Oké, okay, go. Let's go. De OCW bestaat jitsu uit 3 fases. Een stukje karate, trappen en stoten. Een stukje judoën. En uiteindelijk ga je door ook op de grond. Welke fase kan je nu het beste? Ik denk fase 1. Fase 1? Ja. Dat wil ik wel even van je zien. Wow. Heel goed. Wow. Oh, dat is een hele goede stoten. Kom maar. Dus dit is karate. Nu gaan we verder met judo. Ja. Wil je een overgang zien? Voor stoten heel goed. Gelijk met houden. Wat? Hé, ik weet het niet hoor, maar ik vind dat je het al heel goed doet. Dank je. Ja, Jordi, eigenlijk ben ik positief verbaasd. Het ging hartstikke goed. Trappen en stoten is toch best wel hard. Dus die kwamen goed aan. Alleen fase 2 waren nog wel een aantal verbeterpuntjes. En daar ga ik je vandaag bij helpen. Ik pakte mij de revers. Stap 1. Dan maak je een spierbal en die komt
onder zijn arm. Een schouder op en je springt eronder op twee knieën. En ik trek zo hard mogelijk aan die arm. Ja. En daar komt er overheen. Uh-oh. Doe ik hem één keertje even snel voor hoe hij in de wedstrijd gaat. Je springt eronder. En dan gelijk de voet achteraan. Ja. Goed zo, licht op die voeten. Kom, 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 Jordi. Yes, pak maar een verre beweging meenemen. In de gooi. Ja, ja. Yes, lekker. Goed hij heeft hem hoor, volgens mij. Ja. De eerste heb je onder de knie. Weet je wat me zo erg opvalt? Dat je zo rustig blijft. Ja. En volgens mij is dat wel een goede eigenschap, toch? Bij deze sport. Ja, want als jij natuurlijk een stoot voor je gezicht krijgt, dat gebeurt wel eens. Ja. En je wordt helemaal gek. Nou, dat mag natuurlijk niet in de wedstrijd. En het is heel goed dat je jezelf onder controle kan houden. Oké. Want dan kan je ook gewoon netjes je technieken blijven uitvoeren. Dus dat is een hele goede eigenschap. Dank je. Houd het zo. Yes. Ja. Oké, Jordi, we hebben nu fase 1 en fase 2 gedaan. Maar je moet natuurlijk ook een greep op de grond kunnen. Ja, maar welke greep dan? Ik ga nu mijn specialiteit laten zien. En die ga ik even bij Tess even voordoen. Wat is jouw specialiteit? Burging. Oké, wat we gaan doen. Knie op de grond, hand op de grond. Ja. In een bokje. Ja. Jordi, goed kijken. We gaan dus straks die verwerking doen. Het is wel belangrijk dat je hem niet op de schoolplein doet. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Gewoon alleen met wedstrijden. Ja, oké. Een paar stappen. Je pakt de verste refer vast. En de refer aan de bovenkant. Ik heb wel veel voor je over, hè, Jordi. Ja! Een klein beetje haar ertussen is niet erg. Is dit het al of niet? Je kan alle kanten op. Dus je kan naar achter trekken. Ja, oké. Je kan naar voren trekken. Ja. Of naar achteren. Toch? Ja. Oké. Okay. Glij eronder. Trek hem maar. En je klopt af als je niet meer tegen gaat, hè? Waarom klopt af? Ja, zo, ja. Zo. Nou, Jordi, heeft je hem gezien? Ja. Oké, dit is echt wel een hele intense sport. Maar hoe kan je dan van een worp het snelste naar die grepen? Dat ga ik je nu ook even uitleggen. Gooit hem op de grond. Hij gaat in het bokje zitten. En dan moet je natuurlijk zo snel mogelijk die wurging doen. Ja. Dus snel die hand eronder door. En of ik duw hem onver, of ik ga liggen. En ik trek hem zo hard mogelijk aan. Oké. Okay. Begrijp je? Ja. Ja. En Jordi, dan heb ik nog een tip eigenlijk wat ik heel erg belangrijk vind. Als jij een wedstrijd begint. Ik kan vaak wel aan mijn tegenstander zien of hij goed of niet goed is. Ja. En waardoor het komt, je schouders hangen wat naar voren. Dan is vaak de tegenstander niet zo goed. Dus wat je altijd moet doen is kin omhoog, als een haantje. Schouders naar achter toe, al een goede dekking. En als je de partij begint, de eerste klap moet eigenlijk zo hard mogelijk zijn. Oké. Okay. Schouders naar achteren, kin omhoog. Want hier is Jordi. Ja. En hij wordt wereldkampioen. Toch? Ja. Go, Jordi. Oké, dus hele plaat. Let's go, Jordi, pak hem. Pak hem! Hoe vond je het? Echt leuk. De grote vraag is natuurlijk, heb jij antwoord gekregen op jouw vraag? Ja. Ja? Ja. Stel me duidelijk? Ja. Top. Oké, Jordi, nou, ik wil ook wat zeggen. Ik ben echt super trots op je. En daarvoor heb ik ook nog een cadeautje voor je. Een nieuw judopak. Een stoere judopak. En daarmee kan je even de puntjes op de i zetten. Dank je. Oké, high five. Lekker, goed gedaan.